Goedemiddag, leuk dat jullie weer kijken. Het is begin september. Dit is weer een vlog van Code Lief. Ik ben Marleen. Ik woon in het zuiden van Nederland, vlakbij Eindhoven. Ik ben een erg ervaren prijster. Maar ik heb inderdaad het nadeel dat ik heel graag met dingen begin, niet zo vaak afmaak. Met dit vlog probeer ik inderdaad wat meer dingen te laten zien en mezelf dus een stok achter de deur te houden, dat ik inderdaad regelmatig wat afmaak. Het werkt nog niet altijd, maar deze keer heb ik twee dingen om te laten zien. Waar ik over wil vertellen is wat er in augustus, zeg maar, bij ons thuis aan de hand is geweest en hoe ver ik ben gekomen met mijn breien. Ik hou het vooral op mijn breien. Ik heb wel wat beelden toegevoegd van de mooie natuur hier in de omgeving. De Strabrechtse Heide, daar woon ik vlakbij. En die staat nu in bloei. Die heeft gelukkig toch nog behoorlijk wat regen gehad. Dus die hei is erg mooi geworden. Het is heel duidelijk ook weer een afscheid van de zomer. Heel veel zwaluwen zijn er weer samen aan het komen, samen aan het groeperen boven die heide, waar nu veel insecten boven vliegen, om weer richting zuiden te kunnen gaan. Hun kinderen zijn groot, dus ze hebben weer gedaan wat ze hier wilden doen. Dus nu gaan ze weer naar warmere oorde. Het begint echt herfst te worden, ook hier. Het is nog wel heel afwisselend, maar ik heb van allerlei dingen geprobeerd, ook met plantjes. Maar ik geloof een week geleden was het 's nachts heel koud geweest. Echt rond het, bijna bij het vriespunt alweer. Dus wat ik heb geprobeerd met mijn plantjes, dat was een methode om hortensia's te stekken. Nee, dat is niet gelukt. Ik zal een verwijzing toevoegen van iemand die ik volg op Instagram. Die had een leuke methode om van een klein stukje hortensia weer een nieuw plantje te kweken. We zijn een paar dagen weg geweest. Mijn man die heeft wat vakantie gehad. Ik heb niet zoveel tijd gehad ook om te filmen, omdat mijn man er de hele dag was. En omdat we een nieuwe keuken gaan krijgen. Dus er wordt nogal geklust in huis. Vandaag niet. Maar de keuken die zit er nu een week niet meer in. Ik heb geen water meer. Of ja, ik heb nog wel het wc-kraantje beneden met water. Maar andere water niet beneden. Het is behelpen. Het is afwassen bij de douche. Het is water halen bij de douche. Nou ja, volgende week komt er een nieuwe keuken in. Dus daar zal ik dan volgende maand beelden. Een paar beelden van laten zien. Wat zal het weer een luxe zijn. We hebben wel het grote voordeel dat hier in de straat hebben mensen zich over ons ontfermd. Dus iedere avond komt de catering in huis. En ik had een schotelbraai klaarstaan, maar afgelopen week heb ik die nog niet hoeven te gebruiken. Vanavond hebben we een afspraak bij een vriendin. Morgen gaan we bij mijn ouders eten. Nou, het heeft ook weer zijn voordelen, zo'n keuken die verbouwd wordt. Maar gelukkig is het maar tijdelijk. Ik even teruggrijpen naar het begin van dit jaar. Toen heb ik eigenlijk heel duidelijk tegen mezelf gezegd van: Marleen, je hebt genoeg garen in huis. Je hoeft dit jaar geen nieuw garen te kopen. Als je iets wil met breien, dan ga je maar een cursus doen. Nou ja, dat is toen op een gegeven moment met corona jammer genoeg helemaal misgelopen. Dus van allerlei cursussen kreeg ik geld terug. Niet zo heel veel geld. Maar heb ik online nog een cursus gevolgd? Nee, dan niet. Maar wat ik online laatst wel zag, was Lorette Karman. Die ook actief is geweest of verbonden is geweest met het Van Gogh Museum in Amsterdam. Het is nog niet zo heel lang geleden, ik zal het goede jaartal op moeten zoeken, dat ze van de inventaris van Vincent van Gogh, de schilder met het rode haar, die zo'n moeilijk leven heeft gehad, die daar zo mooi over heeft geschreven in zijn brieven naar zijn broer. Maar die kleuren, die waren niet goedkoop.
die verf, nou ja, daar moest hij toch zuinig aan meedoen. En daar had hij eens op bedacht. Daar had hij een kistje. En ik heb ooit een workshop bij Lorette Karman gevolgd. En Lorette, die heeft dus zeg maar het Van Gogh Museum geholpen om een gedeelte van die inboedel van Vincent te onderzoeken, want dat was allemaal garen. Dit is inderdaad het kistje, een Japans kistje, een gelakt Japans kistje. Oeh, het stak er weer charmant op. En dit was allemaal garen wat erin lag. En Lorette, die heeft dat van dichtbij mogen bekijken. Ik heb nog een foto gemaakt van het kistje toen ik er laatst in het Van Gogh Museum was. Dat heb ik heel snel gedaan. Dus dat is een heel vage foto geworden. Maar Lorette heeft het allemaal nageverfd. Die garens. En ze posten het op, hoe heet het, op Instagram of op Facebook. En toen heb ik heel snel gereageerd. Dus dit heb ik lekker snel aangeschaft. Maar nu is het inderdaad heel erg de vraag van wat moet ik ermee gaan maken? En nu heb ik wel een idee. Ik heb het wel een beetje uitgeprobeerd, maar ik heb het vooral uitgeschreven, uitgeprobeerd. Dus als het echt iets is, deze bal had ik alweer opgerold. Het is inderdaad niet dat ze twee van dezelfde garens of twee solide garens in elkaar heeft gedraaid, maar één draad loopt ze in elkaar over. Ik vind het wel heel erg mooi. Iedere keer als ik het doosje open doe, wow, dan springen de kleuren je tegemoet. De inspiratie je tegemoet. Verder heb ik inderdaad ook nog garen kunnen aanschaffen voor een vriendin. Die is zeg maar in november jarig. En ze houdt veel van vesten. Hebben we dit vest uitgezocht? Ik zal even laten zien. Het is een dropsvest, maar ze wil graag zelf het garen uitzoeken. Dat is cotton yak geworden van Katia, het garen. Dus hopelijk kan ik daar volgende maand meer van laten zien. Dat is dus aangeschaft, maar daar moet ik nog mee aan de slag gaan. En op dit moment ligt het garen nog bij mijn vriendin. Dus dat krijg ik binnenkort. En ik had het geluk dat ik op een gegeven moment op een zaterdagmiddag met mijn man in de kringloopwinkel was. En wat zag ik daar staan? Kun je het zo goed zien? Garen. En zo'n grote koon voor 2 euro. En toen liep ik verder door. En wat stond daar? Nog meer garen. Oh. Deze ook nog. Nou, toen ben ik inderdaad, heb ik me ingehouden. Ik was samen met mijn man. Zaterdagmiddag was het. Heb ik twee cones meegenomen. Een donkere en die lichte, wat ik liet zien. Nog even vertellen, hier aan de binnenkant staat, ja, deze is trouwens wel een beetje vies, zoals je ziet. Staat de Friese Wolspinnerij NV, Veenendaal, Holland. Okay. Volgens mij heb ik meer garen heb ik niet aangeschaft. Ja, de zomergastensjaal. Zomergastensjaal is, nou ja, ik ben gewoon een fan van dat interviewprogramma. Dat op VPRO. Ja, VPRO. Die heeft dan iedere zomer 6 zomeravonden. Dat er lange interviews worden gehouden met één persoon, die dan aan de hand van tv-fragmenten die ze hebben uitgezocht, vertelt over wat hun bezighoudt en wat ze belangrijk vinden.
Ik weet niet meer precies wanneer ze zijn begonnen. Maar in augustus. Ja, heb ik deze ook al laten zien? Ik denk het eigenlijk wel. Ik begin er maar even kort mee. Ik begin gewoon helemaal vooraan. Als eerste gast was dit jaar Typhoon. De zanger van hip-hop. Die vertelde over. Begin bij de fantasie, over zijn kindertijd. En over de invloed van zijn muziek. Als tweede gast was Ines Wesky, de advocaten. Ik ben redelijk zelfstandig denkend. Dat is een van de uitspraken geweest. Ines Wesky is vanaf de 14e of zo was mijn oudste dochter idolaat van haar. Die had ook een foto van haar op de kamer hangen. Daar durfde je niks fout te doen als je daar op de kamer kwam. Het was een heel mooi interview. Als je het niet hebt gezien, zij. Hoe zij over dingen denkt. En dat vond ik echt heel mooi. Ik zal het nog eens nakijken. Als derde was Nazine Odal te gast. Turkse. Een Nederlandse actrice met Turkse roots. Hele knappe vrouw, hele mooie mond. En ik ben aan het mensen. Dus dat zij de liefde en begrip niet, maar de interesse in mensen spreekt zo uit haar. En dit is gebreid naar een patroon van een Turkse sok. En in het midden heb ik inderdaad haar mond gebreid in plaats van het originele patroon. Als vierde gast was Jaap Goudsmit, onderzoeker. En epidemioloog. Hij vertelde over de depressie die hij in zijn tienertijd heeft gehad. Over dat hij toch nog eigenlijk altijd moeite ermee heeft. Dat zijn vader hem niet erkend is niet het woord. Maar dat zijn vader niet actief betrokken is bij zijn leven. En die bollen, dat zijn dan inderdaad basketballen. In zijn tienerperiode heeft hij heel veel gehad aan sporten. Hij ging intensief basketballen. Maar hij ging bijvoorbeeld ook naar een psychiater tegelijkertijd. Hij was aidsonderzoeker. En dat moet dan een lichaams... cel, een witte bloedcel voorstellen waar een AIDS-virus in zit. Die neemt die cel over. En op een gegeven moment dacht hij echt het medicijn tegen AIDS te hebben gevonden. Dat bleek achteraf niet te kloppen. Dus zijn wetenschappelijke carrière heeft dan een zware knauw meegekregen. Maar nu, ik ben bezig met zijn tekst, zijn citaat. Ik moet dingen maken. Er nog op te borduren. Het is handig, hè? Als ik eerst zinnen afmaak. Ik vergeet zinnen af te maken en dan begin ik alweer met de volgende. En ik snap het dan helemaal, maar sorry hoor. Voor een vlog is het misschien niet zo heel handig. Ik kan wel beterschap beloven, maar ik moet het ook nog doen. Kijk, en hier heb ik nog helemaal niet geborduurd. Deze was bedoeld voor Carola Schouten. Die zat er ook 3 uur. En als citaat van Carola wil ik graag, ik wil een lieve moeder zijn, erop borduren. En ik wil er nog op borduren wielrenner en tractor. Op het moment dat zij daar zat, waren ze van Armors Defense gewoon protesteren. Hadden ze in Hilversum de toegang van het Mediapark belegerd. Zo moet je ook niet willen leven. Dat was wel heel eng. En als laatste heb ik weer een portret ingebreid. Dat is Ilja Gort. Aan zich was zijn interview zeker interessant. Hij had hele mooie uitspraken over ironie. Maar hij is een dichter en hij heeft een hele lange periode veel gedronken. Daar vertelde hij over. En hij begon het interview met van nou. Het was nog niet zo makkelijk om hier te komen, maar als het had gemoeten,
Janine, ik was door de woestijn gekropen naar jou toe. Janine is trouwens de interviewster. Of ik was over oceanen gezwommen. Weet je wel, als een man zo praat, dan kan ik eigenlijk al niet meer naar hem luisteren. Dus hier wilde ik eigenlijk bla bla bij poeduren. Ja. Maar hij zei wel interessante dingen over ironie. Dat ironie nu wel heel vaak als excuus wordt. Ik heb deze sjaal dan gebreid naar aanleiding van de... Hij heet niet... Nee, Every Way Shawl van Andrea Mowry. En aan de ene kant heb je dan knopen. Die wil ik graag even laten zien. Want het zijn niet zomaar knopen. Nee. Dat zijn knopen van de 3D-printer. Kijk, dit was de eerste knoop die ik had. Die had mijn dochter voor me gemaakt. En die was eigenlijk te groot. Dus daar heb ik... Ik had knoopsgaten ingebreid, maar heb ik maar eentje wat groter geknipt. En weer een beetje versterkt, zodat ik die ook kan dragen. En de andere knopen, die hebben we dus wat kleiner gemaakt. En toen had ik eerst gemeten. En toen kwam ik eruit van, ja, de knoop moet 1,5 centimeter doorsnede hebben. Dat is deze dus. Maar ja, dat gat is wel 1,5 centimeter, maar dat is nog veel te klein. Dat kan wel, maar is niet zo'n goeie. Dus. En dan heb je zo'n programma. En dan zeg je, doe eens keer 2. Doe deze eens keer 2. Nou, en dan is de oppervlakte is keer 4. En dan krijg je deze knoop. Hartstikke leuk, hè? En eigenlijk, ik zal even invoegen. Ik wilde graag zo'n soort knoop. Die had ik bij het museum in Eindhoven gezien. Die staan dat online. Maar mijn dochter, kan ik het hier laten zien, had aan de bovenkant en aan de onderkant zo'n mooie rand geprint. Opstaande rand en in het midden dan wat minder, wat ondieper. Maar heeft de 3D-printer heeft dus steuntjes nodig. Die zeg maar, die... middelste rand ondersteunen. Die je er later dan weer heel makkelijk af kunt breken. Maar dat was eigenlijk een beetje zoals ik de knoop graag wilde. Dus dit was dan bijvoorbeeld van die grote knoop, de ondersteuning. Dus ik heb nu verschillende soorten knopen. Maar ja, je ziet wel hier dat deze alweer op gaat staan en af gaat breken. Ja. En ze zijn plastic, dus ze klinken niet als hele echte knopen. Maar ja, het was een leuk experiment. Samen met mijn dochter, die heeft natuurlijk het meeste werk gedaan, heb ik inderdaad knopen ontworpen voor mijn deken. En het grote nadeel is, ja, ontwerpen is echt een vak. Als ik de sjaal draag, dan hangt Ilja, hangt altijd, wat ik ook doe, hangt op de kop. Dus het is geen handige sjaal. Het is een hele grote lap. En ik denk dat ik volgend jaar nog een keer zo'n lap ga maken. En dat ik dan de knopen en de knoopsgaten omkeer. Dus dat ik er makkelijk een deken van kan maken. En tegen die tijd... hoe breed was hij ook weer? Ik geloof 80. Dus dan heb ik een deken van 1,60. En hij is meer dan 2 meter lang geworden. Dus hij is wel wat langer geworden dan ik dacht. Dit stuk vooral is veel te lang geworden. Nee. Maar het was wel leuk om te doen. Ja. Er was nu bij Fruity Knitting een item geweest over het mengen van kleuren. Marling. Kijk, en dat heb ik hier lekker kunnen doen. En ik moet zeggen, dat vond ik wel heel erg leuk. Toen ging ik echt zo van, oh, maar je heet gewoon Marleen. Marling is echt iets wat ik wel moet doen. En toen kwam ik deze wol allemaal tegen, super dun. Ik denk, oh, daar ga ik natuurlijk mee marren. Dus dat is nog een hoop marling in mijn toekomst, denk ik. Ja. Ik ben even naar buiten te kijken. Ik wilde nog graag even naar Geldrop fietsen. Het is al heel tijd in het dreigen om te gaan regenen. Mijn man ging gewoon wandelen.
Ik denk van ik ga een vlog opnemen en dan zal het wel weer droog zijn. Maar het heeft nog steeds niet geregend en het dreigt nog steeds. Nog een andere sjaal, die had ik ook al gepakt. Dat is de sjaal van de Wall of Fame, hun zomeractie. Die is ook af. Ik heb hem nu 6 keer opnieuw gedaan. Vorige keer was het 5 keer. Nu is het 6 keer. Maar hij is wel heel leuk geworden. En daarom wil ik even naar Geldrop. Daar zit een zeeman. En dan hebben ze van die t-shirts in deze kleur. En er waren deze week zijn er 2 voor de prijs van 2 voor €5 of zo. En ik wil deze graag cadeau doen aan mijn vriendin. En ik denk als ik dan één zo'n t-shirt kan. Ja, en misschien hebben ze ook nog wel een van deze kleuren. Dus dan heb ik een leuke aanvulling bij dit cadeautje. Deze heb ik ook nog een keertje opnieuw gedaan. Ik heb ook nog een andere versie van deze sjaal. Ik zal het even hier invoegen. Die had ik op ijzeren rechte naalden gebreid. Dit is met de rond breinaald gebreid. Dat is ook gewoon niet zo heel netjes. Ik moet er echt eens wat aan gaan doen. Maar toen heb ik hem zo losgebreid dat ik gewoon helemaal niet uitkwam. En toen had ik gelukkig nog van de geel over. Dus heb ik er een gele punt aan gemaakt. Maar ik bleef er naar kijken en ik had toch tijd genoeg. En ik vond het niet mooi. Dus ik heb hem weer helemaal uitgehaald. Ben hem op de rondbreinaald gaan breien. En bewust wat strakker aangetrokken. 4,5. Ik had gewoon 4 moeten pakken. Maar ja, ik wilde ook niet te afwijkend met het andere garen. Kijk, het is echt, deze is ook ruim 2 meter. Echt een hele lekkere sjaal. Van Durable Cozy Fine. Ik denk dat ze het wel leuk vindt. Dan met een t-shirtje erbij in een van deze kleuren. Ik ben er wel tevreden mee. Ik denk dat zij. Ja. Zo'n vriendin die erg breiwaardig is. Altijd blij als je zoiets voor haar maakt. Liefde uitdrukken met breien. Ja, nog een ander liefdeproject. Ik moet er nu snel weer een naald aan zetten. Hij staat even op een, hoe heet het? Een draad van 1,20 meter. Het babytekentje. Voor het babytje wat geboren is. Hey, Tijmen. Leuk, hè? Het schiet erop. Maar, nou ja, natuurlijk de, hoe heet het? De naalden worden langer en langer. Dit is, in totaal is het nu 55 centimeter. Dus ik moet er, ik wil hem een meter bij een meter. Dus er moet nog 45 centimeter bij. Dat is aan allebei de kanten 22,5 centimeter. Dus, nou ja, er moeten nog wel wat dingetjes bij. Zal zeker nog van de maand aan het breien zijn hiermee. Dat is feitelijk wat ik zo allemaal gedaan heb. Ja. Wat ik wil gaan doen, ik zal foto's toevoegen. In september wil ik eigenlijk heel graag een beetje gaan experimenteren met nieuwe technieken. Eentje daarvan is van de Woolnerds, wat ik heb gekocht, Frulesk breien. Dus dat je met 2 kleuren breidt in 1 naald, maar dat je niet altijd 1 naald of 1 toer, dat kan ik allebei wel zeggen, maar dat je niet altijd de draad van de kleur die je niet gebruikt achter leidt, maar ook wel eens aan de voorkant. Dus het is eigenlijk een soort variant tussen linnensteek en jacquard breien. Want de Woolnerds die heeft dus allerlei patronen ontworpen. Nou ja, zo hier te zien. Waarbij je afwisselend de draad voor of de draad achter het werk mee draagt. En zij heeft gewoon heel mooie kleurkeuzes. Dus het zijn heel aparte projecten geworden. Nou, daar wilde ik graag wat mee gaan experimenteren in september. En een ander experiment wat ik graag wil gaan doen. Dat was een Russisch patroon wat ik gekocht heb. Daar zal ik ook even wat van invoegen. Dat is, hoe heet het nou ook weer?
ben vergeten. Pulled, pushed, pulled. Breien. De afgelopen tijd heeft Revelry ook in een wat minder goed daglicht gestaan, omdat de layout zo is veranderd. En nou ja, heel vervelend kon zijn voor mensen die daar gevoelig voor waren. Ik moet zelf zeggen van dat ik ook dat hele witte, ik heb nog altijd het klassieke, het oude ontwerp van Revelry opstaan. Daar kan ik me goed mee helpen, maar als ik inderdaad nieuwe doe, dan worden mijn ogen ook heel erg snel moe. Net iets te wit. Ik vind het wel heel leuke, lieve tekeningetjes wat ze gebruiken, maar nou ja, ik kan het niet goed aan. Als reactie daarop zijn er inderdaad verschillende nieuwe initiatieven voor netwerken ontwikkeld. Een daarvan, die was eigenlijk ook alweer iets eerder begonnen, is van Saskia, van de Ja Wall. Een breiwinkel die in Rotterdam was. Zij is nu nog wel breiwinkel, maar alleen online. Ze heeft bepaalde dingen met haar gezondheid wat er erg kwetsbaar maakt in deze coronatijd. Dus zij heeft eigenlijk al vroeg in maart gezegd van ik doe de winkel dicht. Ik wil geen mensen meer over de vloer. En zij is toen heel hard gaan werken aan een nieuwe community te bouwen. Die kun je vinden op Mighty Networks en via de website van Jawol. Jawol kun je inderdaad heel veel, kun je daar toegang toe krijgen en van alles vinden. En ze wil ook heel graag, dus ja, met name ook, Saskia heeft dus ook bedacht van die winkel. Dat kan niet meer. Ze heeft een ander verdienmodel de wereld in geholpen. Een soort conscious knitting club. De voertaal is Engels, maar er zijn ook groepen waar de voertaal Nederlands is. Ze probeert inderdaad bewuster met grondstoffen en wol en dergelijke om te gaan. Dus je kunt toegang tot haar club krijgen. Dat is nou ja, voor een behoorlijk bedrag per maand. Ik geloof iets meer dan 30 euro. En dan en dan praat je veel met andere gelijkgestemde mensen over hoe kun je deze wereld iets duurzamer maken. En wat ik begrepen heb, deze maand is het onderwerp ook vooral geweest van garenvoorraad, yarn stash. Hoe ga je daarmee om? Zeg maar, toen ze het lanceerde, toen heeft een workshop gegeven. Daar heb ik aan meegedaan. Dat was gratis. Ja. Nou ja, alles moet hier met budget, maar dat zei zo. Maar dat was inderdaad ontzettend leuk. Dat was aan de hand van vragen zoals waar wil je naartoe met je breien? Wat is een omgeving waar je graag in breit? Kun je daar een Pinterest-bord, kun je dat daar van maken? En hoe ziet het eruit? Wat zie je jezelf over 5 jaar doen op het gebied van breien? Dus ja, het is heel goed om zulke dingen eens een keer op een rij te zetten. Toegang tot die club is, of tot het netwerk is gratis. Nou, ik denk dat ik het er hierbij laat. Ik ga het buiten eens wagen met het weer. Hopelijk blijft het droog en kom ik droog in geld op aan. Maar het is een kwartiertje fietsen, dus het is verder ook niet zo heel erg. Hopelijk vond je het leuk. Opmerkingen hoor ik graag en tot de volgende keer. Ha.